Dag dames en heren, Vergilius Aeneis, vers, boek 1, vers 42 tot 45, dit filmpje. We hebben het gehad over Juno die kwaad met Pallas Athena, wel die Ajax Oilee, dat is die figuur die hier wordt genoemd, Oilees, heeft mogen straffen voor het ontheiligen van haar heiligdom. Dan gaat ze verder vertellen wat er allemaal gebeurd is met die Ajax, dankzij Pallas Athene. En dan redeneert ze eigenlijk een analogie. Dat is een analogieredenering, belangrijke term. Analogieredenering. Zo van, als Pallas Athene dat mag, ze mag Ajax en die Grieken straffen, dan mag ik toch ook zeker wel die Trojanen tegenhouden. Dat is een belangrijke redenering die we eigenlijk in dit stukje zien. Een beetje kinderachtig, hè, van ja, maar zij mag het ook. Hè? Dan mag ik toch zeker ook. Een beetje jaloers en zo. Maar ja, zo waren die goden nou eenmaal. Leken net op mensen. Oké. Ipsa jovis rapidum jaculate nubibus ignem disje kit quarates evertit quae quaraventis. Tot daar maar eventjes. Letterlijk zoiets als zelf. Het snelle vuur van Jupiter geworpen hebbert, geslingerd hebbend. Dat is een PPP van jaculari, en dat is werpen of slingeren, dat is een deponens, dus dat vertaal je met geslingerd hebben, omdat het dus actief vertaald moet worden. E nubibus, E is ex, nubibus wolken. Dus geslingerd hebben het snelle vuur van Jupiter uit de wolken, maar dan dus zelf. Dat is even opvallend, dat ipsa, dat staat hier direct naast Jovis, dus Pallas Athena of Minerva heeft zelf het vuur van Jupiter. Dat zijn bliksem. Dat is een eigenschap van Jupiter. Die heeft zich geslingerd. Dat mag geen enkele god aanraken. Dat hoort bij Jupiter. Daar kom je niet met je vingers aan. Maar Pallas Athena, als uit het hoofd van Jupiter geborene, weet je wel, dan die mag dat natuurlijk dan weer wel. Om haar om die Ajax te straffen. Dus dat staat expres na elkaar. Dat komt dus door dit hyperbaton dat we hier zien. Dat ignem helemaal achteraan staat. Jovis helemaal naast ipsa gezet. Expres. Als contrast. Goed, nadat ze geslingerd had dus. Geslingerd hebbend. Que. Ja, je hebt geen N nodig. Dus dat kan je zeggen van ze sloeg de vlotten uiteen. Ja, raetes betekent eigenlijk vlotten. Wordt hiermee bedoeld gewoon de boten. Dat is een beetje poëtisch gebruik. Een beetje metonymisch ook. Dus ze sloeg eigenlijk de boten uiteen. En ze evertit aequora. Ze woelde de aequora. Dat is meer van aequora. Dat ken je als wel waarschijnlijk. Dat is de zeevlak. Dus toch eigenlijk de zeeën. Zeevlaktes. Woelde ze om venties met de winden. Dubbelque. En ze deed dit. En ze deed dat. Die eerste hoeven niet per se te vertalen, maar als je het zo nadrukkelijk wil vertalen als in het Latijn, dan moet je dat met en doen. Ook parallel trouwens, parallelie, persoonsvorm leidend voor, persoonsvorm leidend voor. Goed, dus dat deed die Minerva. En dan komt hier een asyndeton, comma. Niet tegenstellend of zo in dit geval, maar wel een klein beetje. Dit deed ze met de boten en de zeeën, maar met hem, dat is dus die Ajax, Oileus, hem corripuit turbine. Die greep ze met een turbo, met een wervelstorm, en infixit en hechtte ze vast aan een scopulo acuto, aan een scherpe rots. Maar er wordt nog gezegd, expirantem transfixo pectore flammas. En hem expirare, spirare is ademen, expira is uitademen, letterlijk uitademend. Als je daar zou stoppen, zou je denken, nou, hij ademt uit. Nou, goed, misschien gaat hij dood of zo, hè, want hij is geraakt door een bliksemschicht. Dat wordt heel vaak ook, dat ook een betekenis van expirare, sterven. Dus hem stervend zou je bijna kunnen denken, maar dan komt er, volgt er nog wat. En dat is heel slim gedaan van Vergilius, dat doet hij expres op die volgorde, dat je even verrast wordt. Hem uitademend, uitblazend, laatst uitademend, stervend. Met, en dan transfixo pectore. Pectus pectore is borst, ablatives. Transfingere is
doorboren, hier PPP, dus doorboorde borst, ablatives. Misschien dat je zegt van met doorboorde borst of zo eventueel, zou kunnen. He, ablatives met. Goed, dus misschien ablatives absolutus of zo, he, terwijl zijn borst doorboord was. Sorry, nadat zijn borst doorboord was. Maar dan komt opeens nog flamma's, vlammen. Oh, dan moeten we terug naar letterlijke betekenis. Niks sterven, maar uitademend. En dan moet je je ex bijdenken. En poëtisch wordt heel vaak het voorzetsel weggelaten. Uit zijn doorboorde borst. Hè, dat was de bliksem met daar een gat ingeslagen. Vlammen. Dus vlammen uitademend uit zijn doorboorde borst. Doordat Virgilius Flammas hem achteraan zet. En zo dit daar dan nog niet tussenin. Dan word je op het verkeerde been gezet in milliseconden. Door te denken dat dit misschien sterven betekent. En dan blijkt het toch veel gruwelijker te zijn dan je nog had kunnen denken. Hij ademt vlammen uit. Niet eens uit zijn mond of zo, maar gewoon uit zijn borst. Hij ademt nog, maar als hij ademt, dan komen er vlammen uit. Het gat in zijn borst schieten. Vreselijk om te zien. Verschrikkelijk. Goed, dus. En terwijl hij er zo bij lag, greep ze hem met een waarwervel en maakte ze hem vast op een heel scherpe rots. Ook nog leuk om op te merken, is dat als je dit scandeert, krijg je dit. Turbine corripuit scopulo quin fixit acuto. Vooral het begin vind ik wel interessant. Turbine corripuit scopulo. Dus veel dactyli. Turbine corripu. Dus it scopu. Het zijn drie dactyli achter elkaar die benadrukken de snelheid van die wervelstorm hier. Dat het als een idioot werd hij gegrepen. Hij kon er niks tegen beginnen. Hij draaide als een malle door de lucht en toen in fixit acuto. Ja, vastgehecht zo op die rots. En kon hij zich niet meer bewegen. Dat doet Virgilius hier expres. En dat zullen we in het volgende filmpje meteen aan het begin ook zien. Dat het ook andersom kan. Namelijk met heel veel spondeeën. Ik zie jullie hopelijk zo meteen direct terug bij dat filmpje. Tot dan.